Ja, Leroy, daar zijn ze dan eindelijk, de 3 punten. Eindelijk. Iedereen is blij, we hadden dit echt nodig en ik denk echt dat dit voor een boost kan zorgen. Ja, je zegt een boost, wat voor wedstrijd was het vandaag? Wat voor wedstrijd was het? Ja, in het begin was het een beetje, beide ploegen hebben spanningen. Het was in het begin niet echt een goede wedstrijd, maar op een gegeven moment voelde ik dat wij de controle kregen. En ja, toen hadden we de wedstrijd wel in handen, vond ik. Jawel. Je zei dat er heel veel spanning op zat. Tegen ADO zat er ook heel veel spanning op. Ja. In hoeverre hebben we dat van ons afgezet? Ja, op een gegeven moment voel je gewoon dat het lekker loopt. Iedereen wordt wat rustiger aan de bal. En ja, dan kan je dat zeg maar van je afzetten, want ja, het gaat goed. En ja, dat resulteert in dit. Hoe vond je je eigen spel vandaag? Ik speelde vandaag volgens mij wel een lekkere pot, ja. Ja, vertel. Ja, gewoon ging goed. Aan de bal was goed. Verdedigend goed. Ja, zo moet het. Ja, is dit ook de Lero die we eigenlijk vaker willen zien, hè? Ook langs de lijn, aanvallend sterk. Ja, dat denk ik ook. En dat wil ik zelf ook. Dus ja, ik vind sowieso dat sinds de tweede seizoenshelft eigenlijk dat beter gaat. En ja, deze wedstrijd was goed, wat je zegt. Ja. En hoe zit het überhaupt mentaal? Want je zit dan in een neerwaartse spiraal. Het loopt niet lekker, het gaat niet lekker. Je krijgt nog eens 11 doelpunten in 2 wedstrijden. Wat is er in de groep? Hoe bespreek je dat? Ja, het is heel erg moeilijk. Heel erg moeilijk. Vooral omdat veel jongens dit niet mee hebben gemaakt. Of ja, eigenlijk niet voor gemaakt zijn. En ja, we hebben heel veel goede spelers. Die gewend zijn om wat hoger te spelen. Veel te voetballen. En nu moeten we ja, toch wel af en toe de bal lang. Geen voetbal, hard werken. Dat is voor sommige jongens gewoon moeilijk. En dat is niet raar. Want ja, je hebt gewoon type spelers. Dus dat is moeilijk om over te praten in de groep. Maar iedereen begrijpt wel dat het echt tijd is om ja, je ego opzij te zetten en hard te werken voor het team. Ja, jij bent zo'n jongen die dit soort voetbal heeft meegemaakt. Hè? Ja. Wat geef jij die jongens mee? Ja, ik was toen ook een speler eigenlijk die... ja, ik ben anders opgeleid bij Ajax. Je wint eigenlijk altijd. Dan kom je opeens ja, in een situatie waarin je heel veel verliest. Hard moet werken, dat is anders. Dus ik heb het ook moeten leren. En ja, op een gegeven moment ga je het je eigen maken, want het is gewoon belangrijk dat dat ook in je spel zit. Dus ja, ik probeer gewoon te zeggen wat ik weet en ja, meer kan ik niet doen. We kijken week tot week natuurlijk. Wat moeten we vooral meenemen na volgende week? Dat we echt als een team speelden. Ja, wat is echt een team? Want je gaat altijd als team het veld op en iedereen probeert elkaar te helpen. Maar het ging nu goed, we spraken goed met elkaar. Dus ja, wat je mee moet nemen is het goede spel vooral, het vertrouwen van deze wedstrijd en ja, dan kan het voor een boost zorgen.